Welkom bij weer een nieuwe video over Linux. In deze video ga ik u uitleggen hoe u handmatig NixOS installeert. En dat doet aan de hand van een configuratiescript wat ik heb gemaakt. En met een BetterFS file system en Home Manager. Dus, en de Home Manager is dan een module in configuration.nix. Maar we gaan beginnen met opstarten. Je ziet weer hetzelfde als bij de vorige video. Je kunt gewoon de eerste optie kiezen. Dit is een virtuele machine met 8 GB geheugen. Je komt dadelijk in een GNOME omgeving. In de GNOME-omgeving ga ik even mijn display aanpassen op mijn resolutie. Nou, dat doet hij dus niet, dan heeft hij dat niet onthouden, dat is jammer. Display. Maar ik wilde toch uiteindelijk een donker thema. Dus zo erg is het nou ook weer niet. 1920x1080, dat is de standaard resolutie. En vervolgens zie je hier Calamares, waarmee die dus vorige keer ook opstartte, maar dat gaan we dus nu niet doen. We gaan het nu handmatig doen. En daarvoor heb ik zelf een manualtje gemaakt op mijn GitLab. En ik heb dat manualtje gemaakt aan de hand van 3 websites die ik ook nog zal toevoegen in de beschrijving van twee websites. Die ik ga toevoegen in de beschrijving van mijn video. En ik ga beginnen met het opstarten van de webbrowser. En dan zal ik vast de webpagina's opzoeken die nodig zijn. En dat begint met mijn eigen GitLab. En dit is trouwens een publieke GitLab, dus je kunt er gewoon bij. En dan .files. -simon. Dan kom je bij mijn .files uit. Dan klik je daar op NixOS. En dan hebben we straks hebben we 2 dingen nodig. We hebben eerst de configuratiefile die we straks gaan gebruiken nodig. En die kun je downloaden door erop te gaan staan, te klikken. En dan op. Dan opent hij hem, maar je kunt hem ook downloaden. Via download. Dat is 1. Maar niet geheel onbelangrijk. We gaan ook nog eventjes het manual downloaden wat ik net heb gemaakt. Ja, je kan het ook openen in dit ding, maar dat vind ik niet zo handig. Doe hem toch maar downloaden. Want je hebt hem dan vervolgens geopend in het klapblokje.
En vervolgens gaan we dit even sluiten. Of die andere pagina's openen hier eerst. Dat wou ik eerst doen. Overigens is documentatie van NixOS nogal wijd verspreid over het internet, dus je moet soms even zoeken. En dat vind ik niet altijd even fijn, maar via Google, en dat heeft Firefox standaard als browser, via zoekmachine, dus je kan NixOS manual kijk, en dan kom je hier op installing NixOS. Dat kan je hier op zetten. Nou, dat is één waar ik het op gebaseerd heb. En het andere is Home Manager. Wiki. Manual. Ook manual, niet wiki. Wiki kan handig zijn, maar is nou niet handig. Kijk, wat je nodig hebt is deze link. En wat ik ook nog heb is, en maak je geen zorgen, die manuals gaan we niet allemaal nu gebruiken. Ik wil alleen maar even zeggen waar ze staan. Want, en hoe je ze vindt. BetaFS, BTRFS, Nixos, Wiki. Dat is het belangrijkste deel voor wat betreft de, als je de partitie zeg maar handmatig zou willen doen. Al vind ik die niet helemaal kloppen, maar daar kom ik zo op. Daarom heb ik liever mijn eigen installatie-instructies die ik heb gemaakt. Nou, ik weet dat die dingen goed staan, verplaats ik de browser wel eventjes naar een ander bureaublaadje, want die browser hebben we nou niet meer zoveel nodig. Als we tenminste deze video een beetje vlotjes willen laten verlopen, hebben we nu vooral mijn manual nodig. En om te beginnen Gparted. Want dat kan ook, dat hoef je niet via de terminal te doen. Is niet altijd even handig namelijk. Het kan wel, maar het is niet handig. Wat je zou kunnen doen hier is, wat je hier moet doen is eventjes bij device create new partition table. En dat moet je ook altijd doen, ook al staan er geen partities. En dan GPT. Gparted. Of ja, dat is de nieuwste, hè, de nieuwste indeling. Dan moeten we twee partities aanmaken. Te weten, eentje voor de boot en eentje voor de root. En op die root partitie gaan we een hoop subvolumes maken. Voor BetaFS. Waarom BetaFS? Je zou zeggen dat dat in een systeem met allerlei rollback functies niet nodig is. Maar toch is het nodig omdat je gebruik kunt maken van compressie. Daar gezegd hebbende gaan we naar RAW beginnen. Rechtermuisknop, nieuw. En dan ga je kijken hoe groot die moet zijn. En hij moet, normaal gesproken kan het wel wat kleiner. Maar dat zou ik nou niet doen, want het ding is, omdat je dus met meerdere generaties van je systeem op kunt starten, moet je dat systeem, die opstartpartitie, redelijk groot hebben, zodat je daar niet op vast komt te zitten. En die moet een FAT32 filesystem hebben.
En hij moet als label, niet onbelangrijk, boot. Want dat moet overeenkomen met het label wat we hebben in onze instructies. Vervolgens moeten we toevoegen een partitie, dus ook weer rechterbuisknop, nieuw, en de rest, dan maken we dan de bovenste van, betaFS, maar die moet een label hebben, root. Waarom doen we dat? Als je die labels meegeeft, dan heb je een reproduceerbaar systeem. Wat je op een GitLab kan zetten of op een ander systeem. Zonder dat je je hoeft druk te maken over de naam van je schijf. En daarom doen we dat ook in Gparted. Omdat Gparted zoekt automatisch de naam van je schijf op. Dus die hoef je dan niet te onthouden. Dat is eigenlijk makkelijker. Dan vervolgens moeten we deze gaan formatteren. En daarna nog eventjes een flag toepassen, want die klopt niet. Manage flags. Moeten we ESP van maken. AV system. Dat is gebeurd. Dus dat. Dat is klaar. Dan hebben we hier een hoop ruimte over. En daar komt een terminal in. Waarom? Omdat je met die terminal je installatie kunt gaan doen in je console. En dan vervolgens kun je ook die lettertypes even iets vergroten door gewoon Ctrl-Shift-plus in te drukken, steeds. Ja, totdat je hem ongeveer even groot hebt. En wat je dan moet doen is sudo su. En ook hier ga ik proberen de dingen iets te vergroten. Maar niet te veel, want dan kom je hiermee in de knoop. Met deze lijn. Want dit. Want deze lijn moet hij eigenlijk. Dat pas ik dadelijk wel even aan, want deze lijn moet in één geheel te kopiëren zijn zonder line break. Sudo su. Dan ga je naar de root van het systeem en dat is nodig. Dan maak je daar. Dan ga je die mounten en aan. En dan ga je ook de subvolumes mounten en dat doen we stap voor stap. Eerst gaan we een mount directory aanmaken. Die is er al, maar hij staat toch in de instructies. Dus dat doen we dan maar. Vervolgens kopiëren we deze regel. En dan plakken we deze regel. Want je gaat hier een het root device mounten met het label root. En zie hier het voordeel, want elke computer heeft zijn eigen hardware en heet dus anders. En dat kan je dan ondervangen. Dat kun je ondervangen door de disk een label mee te geven. Dan is die reproduceerbaar voor iedereen in een configuratiebestand. Die kopiëren we. En deze plakken we ook weer. Plakken doe je trouwens met Ctrl-V in de terminal. En vervolgens ga je dat met de hand. Dat gaat sneller als plakken en knippen steeds. Home. Want wat je moet doen is home, kleine letters, en niks, kleine letters.
Dan, als je dat hebt gedaan, U-mount. Dan moet je ze namelijk weer apart gaan aanhangen. En dat is altijd een hele lange trits, dus die kopieer ik wel. Daar heb je serieus tijdwinst mee. V. Wat dit doet is, je mount een subvolume op de disk root en die mount je naar MNT. Met compressieopties ZSTD. En om die compressieopties was het me te doen om BetterFS te gebruiken. Dan, als je dat gedaan hebt, moet je hier een directory aan gaan maken. Met make dir. Of eigenlijk meerdere directories. Make dir in mount moet je de directory home en de directory nix aan gaan maken. En je ziet hier accolades. En accolades komen nogal vaak voor in NixOS. Dat zul je straks ook wel zien in de NixOS configs. Daarmee kun je eigenlijk lijsten van opties door aangeven. En vervolgens moeten we de andere twee partities, of de andere twee subvolumes gaan aanhangen. Mounten. Ja, dus je mount home in subvolume home in de home directory met diezelfde compressieopties. Dus dat, die twee dingen zijn aangehaakt en dan vervolgens moet je nog een directory aanmaken in mount wat in MNT wat zegt een boot directory. Kan ook boot EFI, maar dat zou ik niet doen, want dat heeft gevolgen voor je configuration tot nix die je dan aan moet passen. Dus dat is goed. En dan vervolgens moeten we daar ook weer die andere partitie die we hadden in gaan mounten. Die heet boot met een hoofdletter, dat is het, de naam van de partitie. En vervolgens, wat je dan doet, is de NixOS Home Manager, het kanaal daarvan toevoegen. En nou ga ik het even heel klein maken, of iets kleiner. Momentje hoor. Dat deed ik op de een of andere manier niet. Zo, nu wel. Want wat je wil is dat dit in zijn geheel als één lijn te kopiëren is. En ook te plakken. Dit mag wel, maar die kopie moet in één lijn zijn. En dan vervolgens ga je zeggen channel update. Waarom doen we dat? Omdat we Home Manager hebben toegevoegd. En als je Home Manager toevoegt, moet je die wel eventjes in je bestand zetten. Anders in je configuratie vooraf opgeven. Anders doet hij het niet. Dus heel deze rits stappen zijn allemaal voorbereidende stappen voordat je kunt beginnen met het installeren van NixOS. Dan kunnen we gaan beginnen met de configuratie van NixOS aan de hand van dit commando. Maar dan zijn we er nog niet. Want vervolgens moet je dus de hardware.config aan gaan passen. En dat kan door middel van het volgende. Nou zou ik het handigst kunnen doen
Maar dan mis je wat kleurcodes. Maar toch ga ik het zo doen. Ik word een beetje moe van nano namelijk. In dit geval Vim. Nou ja, ik gebruik nano wel. Nano. En dan slash MNT. NixOS. Hardware configuration. .nix. Wat is hier nou aan de hand? Hier is aan de hand dat die file systems, die hebben allemaal UUID's meegekregen in plaats van labels. En dat is niet handig. En ze missen ook de compressie opties. Dan ga je dus denken, is dat handig? Nee, dat is niet handig. Wat je doet in Nano, omdat Nano op de een of andere manier niet normaal werkt met delete, vraag mij niet waarom. Wat je in Nano dus kunt doen, is geen delete gebruiken, maar de knipfunctie met Ctrl-K. En ik weet niet waarom dat Ctrl-K is. Sommige developers die doen iets waar ik van denk, ja, dat is totaal niet logisch. Het lijkt wel alsof het Nederlands is, van knippen. Maar dat is eigenlijk heel raar, want het is heel inconsistent. Omdat de rest in het Engels is. Je zou zeggen Ctrl-C, gewoon kut. En gewoon cut. En ook dat je bijvoorbeeld niet kunt deleten in Nano, vind ik gewoon niet handig. Dat gezegd hebbende, dat stuk hebben we er dus uitgeknipt. Wat we erin moeten plakken, is wat ik hier heb aangepast. Kopiëren en dan vervolgens wat je dan doet is dit is hier weggeknipt en dan plak je het hierin met Ctrl Shift V en wat je dan ziet is een volledig werkende hardware configuration .nix als het goed is. En dat slaan we dan op. Maar dan hebben we dus nog steeds geen werkende configuratie. Die kunnen we zelf met de hand gaan bijwerken. Dat kan. Maar we kunnen ook mijn configuratie downloaden. En die dan vervolgens naar de hand gaan bekijken als die is geïnstalleerd. En, want we hebben mijn configuratie al gedownload toen straks. Configuration.nix. En die staat in, als je die wil kopiëren naar je configuration.nix, zeg je cp / home nixos. Dan ga je dus naar de live cd en download directory. Want er zit een stukje daar zit een stukje in waardoor die kan onthouden, wat tijdelijk kan onthouden wat je download. Tot op zekere hoogte. In ieder geval configuratiebestandjes. CP home naar de configuration.nix. Naar MNT. ETC. NixOS. Configuration.nix. En dan hebben we hem gekopieerd. En wat je dan doet is dit manual sluiten en ruimte maken voor we doen discard en ruimte maken voor dit script zodat je ziet wat er gebeurt. NixOS install en nou zit ik me af te vragen wat we moeten doen. Denk erover om dit hele stukje op te nemen, want dan weet je ook hoe lang het duurt ongeveer. Want het is best wel een langdurig proces. En je weet ook waar het terecht komt.
En dan vervolgens, nou ja, we kijken wel even. Want je ziet namelijk allerlei meldingen en dat zijn niet per se foutmeldingen. Dus ik laat het gewoon staan. Je ziet dat die nou wordt opgebouwd en dat die dingen letterlijk van internet afhaalt. Sorry. Je ziet dat dit opgebouwd wordt vanuit GitLab of GitHub repositories. En dat maakt ook dat het vrij snel is. Ze halen het van hun eigen. En ze hebben een of ander cache systeem waarin ze hun packages snel opbouwen of zoiets. Waardoor het redelijk snel gedownload wordt. Irritant is alleen, ik kan niet precies zien hoe snel, want dan zou ik een netwerkmanager of een netwerkmonitor moeten openen en dat weet ik zo gauw even niet in deze live omgeving. Ik heb in ieder geval zelf een verbinding van ongeveer om en nabij de 95 megabits. Ik haal de 100 net niet, maar dat komt door mijn powerlines. Maar het is op zich verder prima. En als het goed blijft gaan, dan gaat hij dit allemaal kopiëren. En uiteindelijk gaat hij vragen om een paswoord. Maar dat is wel een beetje tricky, want dat paswoord, dat moet je in één keer goed intoetsen. Je mag eigenlijk geen foutje maken bij de herbevestiging van het paswoord. En er zijn een paar honden op hol geslagen bij mij in de buurt. Sorry als u dat hoort. Dat gebeurt wel vaker hier. Kijk, en wat je ziet is dat hij dus, hij kopieert dus zeg maar alle bestanden kopieert hij naar de Nix Store. En de Nix Store is eigenlijk het hart van dit systeem. Een Nix Store wil eigenlijk niks anders zeggen dan een directory met files, maar aan die files, daar kan je ook zien, krijgen allemaal een heel groot nummer mee. En de hele grote nummer, dat heet een hash. En die hashes, die maken dat elk bestand uniek is. Dus dat je bijvoorbeeld een systeem kan hebben met meerdere versies van een bepaald programma erop, zonder dat die begint te mouwen over dat programma er al op staat. Want het ding met NixOS is dat je dus een volledig reproduceerbaar systeem hebt, maar ook een systeem wat je op kan bouwen uit generaties van jouw installatie. Elke aanpassing die je doet in je configuration.nix zorgt ervoor dat er een nieuwe generatie wordt aangemaakt in de Nix Store. En vanuit die Nix Store wordt dan een werkend systeem gegenereerd. Wat je vooral merkt met NixOS is dat de directory-structuur van NixOS anders is dan die van de gemiddelde Linux-distributie, omdat je veel minder direct beschrijfbare onderdelen hebt van je systeem. Je kan bijvoorbeeld de File System Table, de FS-tab, niet aanpassen met gewoon sudo vim en dan fstab. Want het ding is, die fstab die wordt samengesteld uit wat wij net hebben aangegeven in hardware configuration.nix. Het ding is, die configuratie die wordt volledig geconfigureerd via een zeer beperkt aantal configuratiebestanden, maar die configuratiebestanden zijn dan wel erg lang, omdat je echt elk dingetje declaratief kunt configureren. En dat doe je aan de hand van de Nix language. Dat is een soort scripting language waarbij je net iets meer kan als zeg maar met Bash. Je kunt met dat Nix OS kun je of met die Nix language kun je bijvoorbeeld ook heel gemakkelijk programmeeromgevingen en zo opzetten. Het is dus eigenlijk vooral interessant voor mensen die programmeren. Nou, ben ik zelf
iemand die dat niet doet. Ik ga laten zien dat het ook interessant kan zijn voor desktop gebruikers. En dat is vooral zo omdat het een systeem is wat niet breekbaar is. Hè? Want door die generaties, doordat je steeds zeg maar een generatie opbouwt als je iets aanpast in je configuratiefile, heb je altijd de mogelijkheid om om een rollback te doen. En het leuke is, die staan ook allemaal in de in het bootmenu. Want dat is dus het ding. Het staat in het bootmenu en daarmee maak je een systeem wat gewoon heel gemakkelijk, als jij bijvoorbeeld je installeert een programma en je denkt, nou, dit was toch niet helemaal wat ik bedoelde, dan haal je het eruit uit je configuration.nix en dan staat daar vervolgens nog steeds de mogelijkheid om terug te booten naar de situatie waar het erin stond. En je kunt die generaties natuurlijk wel opschonen. En dan kan je er niet meer bij. Als je eenmaal hebt opgeschoond, dan heb je tot op je laatste generatie of zo. Maar je kan ook zeggen, je wil niet al je generaties opschonen. Maar je kan ook zeggen, ik wil bijvoorbeeld de laatste 3 generaties bewaren van mijn systeem. Dat kan, want dan heb je altijd een vluchtmogelijkheid. Dus dat. En dat maakt eigenlijk dat het een heel handig systeem is. Ook voor desktop gebruikers. Omdat je dus elk dingetje zet je in je configuratiebestand. En alles buiten je configuratiebestand is eigenlijk behalve dan je user directory. Want in je user directory moet je natuurlijk wel dingen kunnen wegschrijven. Maar heel veel dingen in je systeem directory zijn read-only zonder dat je, of tenzij je een van de NixOS commando's gebruikt en of een van de Nix package management commando's gebruikt. En dat is gewoon handig, want daardoor kun je bijvoorbeeld ook zo'n NixOS computer volledig gemakkelijk installeren zodat je een bruikbare desktop omgeving hebt voor iemand die eigenlijk helemaal niet zo heel veel weet van computers. Maar ja, die hoef je dan ook niet, daar hoef je dan ook niet bang voor te zijn dat diegene iets in die computer kan doen wat totaal niet kan. Diegene kan dan dat systeem niet vernielen door een fout commando of zo. En die hoeft zich ook niet druk te maken over bijvoorbeeld het updaten of het onderhouden van het systeem. Want dat kun jij allemaal binnen die configuration.nix regelen. En dat maakt dat het een systeem is wat behalve voor developers ook voor eindgebruikers heel interessant kan zijn. En je vindt het als eindgebruiker misschien ook wel eens leuk om een bepaald programma eventjes te proberen zonder dat dat direct invloed heeft op jouw hele systeem. En dan kun je er gewoon eventjes een paar regeltjes veranderen in je configuratie. En dan zit je meteen meteen goed. En het grootste voordeel daarvan is ook weer dat je gebruik kan maken van kijk, en we zijn nu klaar. Het paswoord kan worden ingetoetst. En dat doe ik handmatig, want ik wil niet dat het fout gaat. Ik heb namelijk ook een macro toets met het paswoord erin. Lui als ik ben. Goed, nu zou je dus kunnen rebooten, maar dat doe je eerst door exit te doen. Dan ga je, kom je weer in je systeem. Dan zit je dus uit je systeem. En wat je dan doet is, ik ga even power off, want ik wil even de live CD eruit halen.
Anders dan gaat hij daarmee opstarten. En dat is niet handig. CD-ROM. Klik. Apply. Dit is mijn virtuele machine. En dan... even kijken. Starten we op. Rup. Wacht even, ik zag iets wat niet... Ja, grip. Dan heb je kans dat hij het niet doet. En dat probleem heb ik al eerder gehad. En ik denk dat dat komt omdat ik dus... ik heb dus een eigen gebruiker... ik heb dus een eigen file erin gezet. En... die werkt niet omdat ik niet ben ingelogd in mijn gebruiker. Want ik heb nog geen paswoord van mijn gebruiker. Hoe ga ik dat nou oplossen? Nou, je ziet dat hij het niet doet. De X-server start niet. En vervolgens ga je dan met een toetsencombinatie, want ik zit in een virtuele machine. En je doet het, anders doe je met Ctrl-Alt en dan een functie toets, zoals bij andere versies van Linux, om in te loggen. Oh nee, dat gaat natuurlijk niet. Root, bedoel ik. Ja, oké. Okay. Want nu, pas... WD Simon. En waarom dat Simon is, ik heb die in mijn config staan, maar dat gaan we zo zien. En hier gebruik ik wel even mijn macro toets, vind ik makkelijk. Want dit kan dit mag je meerdere keer van. En dan weer reboot. En dat doet hij niet, maar dat maakt niet uit. Ik kan ook zeggen weer herstarten. Wat maakt dat hij het doet? En ik kan ook inloggen met mijn systeem. En nu doe ik weer iets verkeerd. En dat doe ik altijd. Had ik net ook op moeten letten. Dat is echt de laatste keer dat ik iets verkeerd doe. Denk ik in de video, hoop ik. Want ik had in een verkeerde window manager ingelogd die ik nog niet heb geconfigureerd. Want die window managers, daar ga ik even later naar kijken. Wat je kunt doen is, ik had in die configuratie staan BSPWM, i3 en XFCE. En we gaan naar XFCE. Nou, wat je ziet is een vrij kale XFCE. Die lijkt niet geconfigureerd. Toch is hij dat voor een deel. Ik zal eventjes de grootte weer eens aanpassen. En je ziet dat hij ook in het Nederlands staat nu. Want dat heb ik ingesteld in mijn script. Maar ik ga eerst even het beeldscherm aanpassen. Anders dan zien jullie nog niks. Even kijken. 1920 bij 1080. Dankjewel. Toepassen. En behoud deze instellingen. Kijk. Wat het is. Ik heb... een aantal dingen die heb ik op. Ik zal eerst eens zorgen dat er een leukere wallpaper op komt, want ik vind die echt zo saai. En dan moet ik eerst gaan zoeken waar dat ook weer staat. Ik denk in hulpmiddelen. Ja, variety.
En dan klikken we hierop, klikken we hierop. En dat kan eigenlijk van alles zijn, net als gewoon maar zomaar iets. En vervolgens zeggen we toepassen en gaan we hier aanklikken, dan komen we bij de volgende uit Next. Zo, that's it. Vervolgens kunnen we gaan kijken, maar kunnen we gaan kijken hoe dit zit met ActiveCI en wat er dus wel geconfigureerd is en wat niet. ActiveCI heeft een aantal had een aantal dingen niet, bijvoorbeeld geen Pulse Audio standaard. Althans, geen Pulse Audio icoontjes standaard met het geluid. En dat heb ik hier wel. En dat heeft te maken met mijn configuratiebestand. En verder, iets wat ik meteen ga doen, is werkbalk. Werkbalk voorkeuren. Wat ik verder meteen ga doen, is hier iets toevoegen en iets uithalen. Of eigenlijk iets vervangen. Verwijderen. Want wat ik wil is een beter menu. En dat heb ik ook via mijn configuratiebestand gekregen. Dus, en wat ik dan ga doen is dat menu ook weer goed neerzetten. Want dat is wel irritant aan XFCE. Die zetten dat allemaal weer boven, helemaal weer verkeerd. Het is echt zo onhandig. Kijk, zo. Nu staat Whisker Menu gewoon goed. En dat heeft als voordeel. Ik doe iets niet goed. Wacht even hoor. Wacht even hoor, maar nou snap ik er eigenlijk niet zoveel van. Hij lijkt wel of hij alleen de rechtermuisknop pakt. Ja, nu niet. Ik zat op mijn toetsenbord. Kijk, nu heb je Whisker Menu, wat een veel handiger menu is. Vervolgens gaan we de terminal opstarten. En dan niet Kiddy, want Kiddy moet ik weer iets voor downloaden. Maar Kiddy heb ik ook geïnstalleerd. En kijk, nu is dit zonder transparantie. In mijn eigen systeem heb ik dat met transparantie staan, maar dat is gewoon een kwestie van eventjes aanpassen, omdat ik niet alles in een dotfile had staan. Ik kan eventjes wel met de volk uit de kleuren. En dan vervolgens staat hier ergens. Waar staat dat? Transparantie. Het bestaat wel. Achtergrondkleur. Aangepast. Chips. Dat is niet helemaal de bedoeling. Gebruik de systeemkleuren. Dat kan je ook doen. Maar ik zit eigenlijk even te kijken voor de doorzichtigheid van het. En dat staat wel ergens, maar het staat toch ook weer niet. Nou, maar ja, weet je, lekker laten zitten zo. En ik denk dat heeft denk ik te maken met de virtuele machine. En vervolgens, oh hier, achtergrond. Ja, perfect. Alleen ik zou de doorzichtigheid dan iets minder aanpassen. Kijk, zo.
Dat is leuk. Nou, doorzichtige achtergrond. Ik ben niet zo blij met die systeemkleuren, dus ik heb weer iets geks gedaan. Die zijn een beetje onhandig met lezen. En hier heb ik net aangezeten, dus dat was niet zo slim. Achtergrond, kom op. Kom op zeg. Waar had ik het ook staan? Achtergrondkleur. Ja. Zo, nou is het beter te lezen en het is mooier. Doet er verder niet toe, veel te lang geduurd dit. Maar nou hebben we tenminste iets moois om naar te kijken. Ik zal het even vergroten. En dan hebben we wel vervolgens, we kunnen dit met Nano doen of met Vim. Vim heeft inmiddels ook kleurcodes, want dat heb ik in mijn systeem gezet. Maar goed, lang verhaal. We gaan beginnen met het ontleden van mijn configuration.nix. Die wij dus hebben geïnstalleerd. En ik zal ook eens laten zien dat ik nou inmiddels ook Swap heb geactiveerd. Dash H. En je kunt zien dat er een swap file is van, dat er swap geheugen beschikbaar is van 3, nog iets, van bijna 4. En dat is ongeveer de helft van het geheugen natuurlijk. En ook in LSBLK. Zie je dus hoe alles zit in het systeem. Want dat heb je dus ook met een swap ZRAM. En niet te vergeten, ook mijn mount points, die exact hetzelfde zijn als in mijn setup configuration, die ik zelf heb gemaakt net tijdens de installatie. En ik kan ook laten zien hoe de ik kan wel eens laten zien wat ik net bedoelde met het niet aanpasbare van het systeem. Dus zomaar sudo nano, want de nano heeft de leukste kleurcodes. Sudo nano en dan etc, want we zitten dus niet meer in mount, maar nu echt in het systeem. fstab. En wat je dan doet is, omdat het natuurlijk een read-only bestand is, of een systeembestand, zeg je sudo. Maar wat gebeurt er? Je ziet dat dit nog steeds niet te editen is. Dit is nog steeds read-only. En dat kan verwarrend zijn in het begin. Maar hier zie je dus, als het goed is, wat we precies hebben aangegeven in de hardware, in de hardware configuration.nix. Hebben ze hier prachtig overgenomen, je ziet het. En disk by label, dus je kunt gewoon, dit kan gewoon, hier kan een pc van opstarten zonder te veel moeite. Vervolgens gaan we dus laten zien waarvan dit allemaal komt. En dan zeg ik sudo, want het staat wel in de system directory, maar het is niet helemaal read-only. Etc, Nixos, configuration, wacht, nee, dat gaat niet goed, sudo, ik moest er iets bij zetten, sudo, nano, configuration, Nixos, configuration.nix, sudo nano etc nixos configuration.nix. Dat is waar je moet zijn. Vervolgens zien we hier
waar het allemaal om draait. De configuratie. En dat heeft te maken met hoe dit systeem is opgebouwd, NixOS. Aan de hand van de NixOS Package Manager. En dat betekent dat je dus alles declaratief kunt aangeven. Dat wil zeggen, je kunt voorafgaand aan de installatie van je systeem al je configs al doorgeven. Terwijl normaal gesproken installeer je iets en dan pas je naar de hand je configs aan. In NixOS werkt dat iets anders, want je past niet zozeer je individuele config files aan, als wel dat je je config files laat aanpassen door één config file, namelijk de configuration.nix, en daar zitten we nu. Dat begint, dan heeft dat te maken met een vrij technisch verhaal over de programmeertaal die Nix language is. Dat begint met een accolade config, comma. Dus dan neemt hij in die accolades, zegt hij eigenlijk van, nou, hier in dit bestand komt eerst de config in combinatie met de packages en verdere instellingen. Die dot 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 is eigenlijk van wat daarna komt. Bla bla bla, hè? Zo gewoon et cetera, et cetera. In feite. Dat is om dit aan te geven van, jongens, na dit verhaal komt er een heel configuratie aan. Dan begint een verhaal over importeren. En nu is het een kwestie van accolades tellen, want die moeten kloppen. En dat doet Vim beter dan Nano. In Nano kun je niet zo goed zien of je een accolade tekort komt bij je configs. En hier kun je dat niet zo goed zien, maar het komt erop neer, elke accolade die geopend wordt, moet ook weer worden gesloten. Goed, lang verhaal. Imports is zowel hardware configuration.nix wordt er ingezet, wordt als het ware mee in dit bestand gesleept, en home manager / nixels. Dat is dus dat programma waarmee je dus je home directory kunt en dan vooral je dot files kunt beheren, waar ik zelf nog wat uitgebreider naar moet gaan kijken om daar ook weer een aparte video over te gaan maken, want dat is al een verhaal op zich. Dan vervolgens zie je ook weer allerlei manieren van afsluiten, hè, met die accolades ook weer. Maar dan heb je vervolgens Nix packages, Nix packages .config .allow unfree is true. Wat wil dat nou eigenlijk zeggen? Dat wil niet zeggen dat er is toegestaan dat er in één keer 100 euro van je rekening wordt afgeschreven of zo, of dat er dingen niet gratis zouden zijn. Dat is het allemaal niet. Wat het wel is, is de Vrije Software Foundation. Die heeft normen dat je alleen maar software mag hebben die volgens een bepaalde licentie is. En dat de GPL-licentie, de General Public License. En alle andere software zou dan niet volledig libre zijn of open source. En dan wordt het al een dingetje van, wil je die installeren of niet? Want dan komen er dingen als, is het legaal in je land en wil je daar zelf überhaupt aan meedoen? Maar in ieder geval kun je door die unfree packages toe te staan, dat gaat niet alleen over software, maar ook over belangrijke dingen als wifi drivers en zo. Als jij een laptop hebt of een desktop met een onhandige wifi, dan moet je dat eerst even activeren, want anders doet hij het niet. Verder, use de bootloader. Nou, de bootloader die is EFI, want dat zijn de meeste computers van tegenwoordig. Dus ik heb mijn virtuele machine ook zo geconfigureerd. Dan, can't touch EFI variable is true. Dat kan wel, dat is een technische verhaal. En hier staat dan de system mount point, wat op boot staat. Je kan ook boot EFI gebruiken, mocht je dat willen. Maar dan moet je ook gelijk jouw hardware configuration tot niks weer aanpassen, want anders kan je niet opstarten. Grub,
Dat is de bootloader die we hebben geïnstalleerd. Ook weer EFI support en een of ander device is no-dev. Dat wil zeggen dat er maar één device is en waarbij je dus niet gaat lopen multibooten, zoiets. Maar je kan ook kiezen, en je kan hier kiezen voor de bootloader system die configurations limits. Dus dat je zeg maar die generaties, hè, die is niet, een beetje onhandig als je je bootloader helemaal vol slipt met verschillende generaties voor iedere kleine aanpassing. Dus daar kun je een limiet op zetten, bijvoorbeeld 7. Networking hostname, Nixos, of dat kan ook iemand, dat kan ook iets anders zijn, dat maakt allemaal niet heel veel uit. Dan Network Manager, dat is zeg maar je netwerkbeheerder, hè, in eigenlijk is dat bijna in elke Linux distributie hetzelfde. Wat dus inhoudt, je kan daarmee je wifi regelen, maar ook zoiets als, hoe heet die dingen, nou ja, van alles, network bridges en zo. Vervolgens CRAMS wrap. Nou, dat is wat ik net heb laten zien. Dat is het swapgeheugen via het RAM. Dan automatische updater. System auto upgrade enable is true. En dat klopt. En vervolgens system auto upgrade is allow reboot is false om te voorkomen dat je een soort van Windows-achtig iets krijgt, waarbij je dus plotseling in één keer krijgt dat je je PC reboot omdat er een update is. Maar ze worden dus wel automatisch gedownload en geïnstalleerd. En op het moment dat jou het dan uitkomt, kun je die goed installeren. Kun je die goed, kun je ze automatisch, heb je ze tot je beschikking. En je hebt ook meteen, als de update mislukt is, een vorige versie, want die staat dan namelijk onder bij het bootmenu. Dan vervolgens auto cleanup en optimize, ja, dat heb ik gedaan. NixGC is dat is generation cleaning, hè? Dat is automatic is true en dat wil ik één keertje doen, weekly, en ik wil alleen maar generaties eruit gooien die ouder zijn dan 7 dagen. Waarom? Omdat het handig kan zijn om een paar generaties achter de hand te hebben. Voor als het misgaat met configureren. Stel je bent bijvoorbeeld allemaal aan het klooien en er gaat echt iets goed mis, dan is het fijn dat je terug kunt. Zonder al te veel gedoe. Timezone, dat is grappig. Die stond standaard eigenlijk al in het voorbeeld template wat we in de vorige video ook zagen, stond standaard al op Amsterdam. Waarom? Omdat deze distributie uit Nederland komt. Grappig. Dan nog network proxy if necessary, die heb ik niet. Alles wat lichtblauw is en een hekje daarvoor heeft is comments. Dan de locals, hè, dus zeg maar de talenomgeving en zo, NL. En dat is dan in de console. Hè, dat is, en met de keyboard map US. Dan vervolgens de X-server. Dus zeg maar het X-windowing system, waarbij je dus die verschillende desktopomgevingen kunt gebruiken. Enable is true. Ook weer een keyboard layout, US, en een variant daarvan is internationaal, altijd handig om te weten. Dan desktop environments, om te beginnen is daar de display manager,
En dat is LightDM. En de andere is de creator van LightDM. Die geloof ik bij. Die creator is de Enseo creator. De Enso creator. En daar moet ik even denken hoor, maar die zat geloof ik bij een of andere distributie, Elementary OS. Een soort macOS clone is dat. True. En dan vervolgens heb ik hier nog een aantal dingen van GNOME in staan. Die kan ik eruit halen als ik geen GNOME gebruik, maar oké. En dan hier bij de Display Manager, XFCE, daar zitten we nu in. XFCE is dus een desktop omgeving. Dat is een desktop manager bedoel ik, niet een display manager. Maar de desktop manager XFCE zitten we nu in. De sound media keys, die heb ik ook enabled. En hier zijn de window managers. I3 met nog wat extra dingen voor bijvoorbeeld packages voor dingen die je gebruikt in I3. En vervolgens BSPWM, maar daar heb ik nog weinig mee gedaan, dus daar ben ik nog niet mee klaar. Dit gaat over printers, nou die heb ik niet. Hardware Pulse Audio, dit staat vals, want ik heb de nieuwe Pipewire gebruik ik. Die enable ik vervolgens. He, je ziet dat ik daar weer een Aquila is en dan een Aqualade gebruik. Want dan kan je dus een paar regeltjes onder elkaar zetten zonder dat je steeds hardware punt of service punt of weet ik wat erbij moet zetten. Dit zijn gewoon parameters die je in een of opties die je in zo'n accoladepaar kunt zetten. Bluetooth heb ik aangezet. Daar heb ik op mijn virtuele machine niet heel veel aan, maar dit is gewoon wel wat het is. Als ik eventueel een Bluetooth-module in mijn virtuele machine zet, wat ik kan doorpassen, dan zou ik dat ook kunnen gebruiken hier. Verder, maar die gebruik ik natuurlijk wel op mijn echte PC, want daar heb ik Bluetooth. Verder heb ik hier de gebruikers. Dit is users.users is .simon is normal user, is true. En welke groeps gebruik ik? Ik gebruik wheel en lib4d. Lib4d is om te kunnen virtualiseren, wat ik nu dus doe om jullie dit te kunnen laten zien. En daarna komen de packages: Google Chrome, LibreOffice, OBS. GNOME Extensions App Indicator. Ja, dat had voor mij niet per se gehoeven, maar ik heb hem erin gezet. Want die stond er nog in van toen ik GNOME gebruikte. Ik heb Spotify gecomment, want ik gebruik wat een andere Spotify client. GetText, dat was nodig voor bepaalde afhankelijkheden van iets. New Fetch. En een of andere coole retro terminal. Pulse Audio Control, Pycum, dat is een. Pycum is een compositor voor window managers. En ik ga, denk ik, over een tijdje, als ik meer weet van dit, kan ik ook window managers gaan configureren en dan kom ik nog wel weer eens terug. Kdee, dat is een terminal, die is wat lichter dan deze. PCM is een PC emulator. Enzovoort, enzovoort. Je kunt hier eigenlijk een hele trits packages zien. Blueberry hoort bij Bluetooth. En Spotify TUI. Dat is, TUI is niet van de reizen, maar van de terminal. Wat is het ook alweer? Terminal User Interface. Dus dat is niet van, ja, we gaan weg met TUI. En Spotify, die is een Spotify Daemon, dat je zeg maar via je telefoon je Spotify op je computer kan bedienen. Player Control, ook voor Windows managers is dat Polybar.
Ook voor Window Manager. Ik moet nog wat dingetjes in Window Manager. Variety zorgt voor die mooie window, voor die mooie bureaubladen iedere keer. Dan vervolgens fonts. Dat heeft weer een apart kopje, maar zijn in feite ook gewoon packages. Alleen dit heb ik even ergens verkeerd geplaatst. Nee, ja, ik heb dit even teaming en fonts heb ik maar op één hoop gegooid. Waarom weet ik eigenlijk niet, ik was een beetje lui. En WPGTK weet ik even niet. Nou ja, vervolgens zijn er dus een aantal system packages die op een bepaalde plek op deze, in deze configuratie horen. En ik weet niet precies waarom, maar het is zo. Zo horen er. En daar onder andere hoort ook die menu plugin die we net zagen in XFCE. En de Pulse Audio plugin. Die horen daar. Als je ze ergens anders neerzet, werken ze niet. Dan komen vervolgens nog een paar programma's die een speciale behandeling nodig hebben. Een speciale plek. Dconf en Virtualization. Lib4D. Dan komt er een heel verhaal over SSH en zo. Maar daar ga ik dus niet. Daar gebruik ik dus niet Home Manager. Dat is eigenlijk een soort mini variant van de bovenstaande configuratiefile, want je ziet die opzet begint eigenlijk weer met dezelfde tekentjes als de allerbovenste regel van dit bestand. En hier heb ik dus bepaalde themaatjes ingezet. En ook weer een Spotify client die ik goed graag gebruik. Bash. En in Bash heb ik. Bash, daar is iets bijzonders mee. Want daar heb ik bepaalde parameters gebruikt die in BashRC komen. Normaal gesproken zou je een BashRC moeten bijwerken via BashRC. Dan zeg je bijvoorbeeld Vim BashRC. Maar ook dat kan niet, want dat is ook read-only en dat wordt hierin bijgehouden. Enable is true. Dit gaat ook weer over themaatjes en dat is het thema wat ik hier, die SolarX Dark. Dat is het thema wat ik hier standaard heb. Wordt ook geactiveerd. Steam. Ja, ik ga nog even een volgorde ding maken van wat ik... want dit is dan weer eigenlijk een systeem buiten dat Home Manager. En eigenlijk moet ik dat gewoon even verplaatsen, zodat het wat overzichtelijker is. Nou, en dat was eigenlijk het einde van mijn configuratiebestand. Wat dus eigenlijk een heel lang configuratiebestand is. En dat betekent gewoon wel dat je eigenlijk een soort blauwdruk hebt van je systeem. Wat eigenlijk heel makkelijk aan te passen is. En ook heel makkelijk. Je schuift weer eens wat met iets. En dan werkt het gewoon. En als je denkt, nou dit wil ik niet. Dan haal je het eruit. Of je zet het erbij. En. Wat kan je allemaal nog meer? Het is echt. De mogelijkheden zijn best wel groot. En ik kan eerlijk gezegd niet alles behandelen. We gaan niet opslaan. En toch sluiten. Nou, het ding is. Wat wel zo is. Wat handig is om te hebben is een. Git repository als je dit hebt. Of een bestand waar je je configuratie in je .files kan neerzetten. Want, of een plek waar je je .files en je configuratiefiles goed neer kan zetten. Want dat heb je hier dus wel nodig. Maar op het moment dat je dat helemaal goed bewaard hebt. Je hebt er even heel veel werk aan. Tenminste zeker in het begin. Maar als je dan klaar bent. Dan is het ook afgelopen met het werk. Want dan hoef je eigenlijk niet heel veel te doen.
Je past alleen even je channels aan op het moment dat er een nieuwe versie van is. Met niks channel pas je dan eventjes je repositories aan naar bijvoorbeeld de november versie. En dan, ja, dan kan je dus gewoon weer updaten en dan doet hij het gewoon. Dat is wat het is. En ja, dat was eigenlijk wat ik wilde zeggen over deze NixOS configuratie en zo. Deze video is al heel erg lang geworden, dus ik zeg tot de volgende keer. Houdoe.